De Zeven Heuvelenloop kijkt dit weekend terug op een succesvolle 39e editie van het hardloopevenement. Dat begon zaterdagavond al tijdens de Zeven Heuvelennacht. De 21-jarige groepsbeker Stefan Nillissen zette op de 7 kilometer een parcoursrecord neer van 20 minuut 15. Zondag tijdens de hoofdloop van het evenement werd zelfs het wereldrecord verbroken. De Oegandees Jacob Kiplimo liep de 15 kilometer als eerste uit in 40 minuut 42. Daarnaast was er ook hoog bezoek en bevond premier Dick Schoof zich onder de deelnemers. Naast een aantal topatleten is de Zevenheuvelenloop vooral bij veel amateursporters een geliefd evenement. Menig deelnemer daagt vooral zichzelf uit en geniet van de mooie route en de goede sfeer. Leuk om weer hier te zijn. Dus, weer? Ja, het is ons de derde keer met een grote groep. Dus altijd leuk. Ja, dus heb je er zin in vandaag? Ik wel. Ja hoor. Eerste keer of al vaker gedaan? Eerste keer voor mij hier. Mij ook in mijn eerste keer, ja. Zenuwen? Weet je wel, ja. Ja, waar ligt dat dan aan? Nou, je wil toch wel een goede tijd lopen, hè? Een hele mooie dag. Want ik heb vaker gelopen en nu is het gewoon voor mij een hoop plezier hebben. Dus en de sfeer is hier goed over het hele parcours. Gelukkig hebben we mooi weer vandaag. Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat we echt regen hebben gehad. En dat maakt helemaal niks uit, want zelfs dan staan de mensen nog gewoon langs het parcours ons aan te juichen. Ja, vierde keer. Ja. En wat maakt Zevenheuvelen nou zo bijzonder? De sfeer en de gezelligheid. Ja. Wat gaat u voor een bepaalde tijd? Tussen de 1:10 en de 1:15 is het doel. Oeh, dat is best snel toch? Redelijk snel, dus we gaan ons best doen. Stiekem wel de tijd in het hoofd, maar dat ga ik niet zeggen. Maar als wat ik erop gepakt. Maar lopen is zo gezellig om mee te doen. Dus, ja, je hoopt een goede tijd te lopen en dan onder het uur zo mooi zijn. En die tijd was voor de top 3 op de 15 kilometer natuurlijk ook erg belangrijk. Op nummer 3, met een tijd van 43 minuut 21, staat de Brit Mark Scott. Op 2, de Nijmeegse Mike Foppen met 43 minuut 19. En bovenaan, dus de nieuwe wereldrecordhouder, de Oegandees Jacob Kiplimo met een tijd van 40 minuut 42. De snelste vrouw kwam als 47ste over de finish. De Ethiopische Mizan Alem liep het parcours in 46 minuut 49. Ook premier Dick Schoof deed mee aan het evenement. Schoof zat nog net bij de eerste 10.000 finishers en zette een tijd neer van 1 uur en 15 minuten. Premier Schoof, hoe heeft u gelopen? Ik heb heerlijk gelopen. Het was echt top weer, top condities, fantastische organisatie. Dus heerlijk gelopen. Ja. En u kiest deze uit. De uitdaging zit toch ook wel in de klimmetjes en in het vernijn misschien. Ja. Hoe ervaart u dat? Die klimmetjes zijn stevig. Nou, omdat ik niet veel gelopen heb, weet ik dat na die klimmetjes ook weer het dal komt. En ik weet het onwijs lekkere stuk hier aan het eind. Geeft u dat ook energie? U heeft een drukke agenda, er speelt van alles. Ja. Loopt u nou lekker uw hoofd leeg of wat haalt u er nou uit? Ja, een aantal mensen die zeiden na vorige week, nou je zal wel niet gaan lopen. Toen zei ik, nee, ho. Ik ga zeker lopen, want gewoon lekker alles eruit. Ja, absoluut. Prestige gericht misschien, tevreden over de tijd, of maakt dat eigenlijk niet uit? Nou ja, ik ben toch altijd, zit ik wel op de tijd te letten. En ik liep 1:15:30, nou, dat is ietsje langzamer, een paar seconden langzamer dan vorig jaar. Ik zou eigenlijk harder moeten kunnen lopen, maar dat lukt niet meer met het premierschap, nee.